Wel aan het temperament en aan het gestel van deze paarden, dat ze nog, nou, het ziet er nog allemaal redelijk jong uit. Het is voor die paarden goed dat ze veel beweging krijgen en ja, die kunnen zich toch wel redden. Dus deze gaan allemaal naar de Beerkoeven toe. Nou, na al die ruim is het een keer tijd voor een merrie. Amber. Het is een BPN'er. Ideaal, het is een halfbroer van Edison. Edison wordt zo meteen voorgeteld. Het is een ruim, een Hannover. Hij is uit 1991, dus hij is 20 jaar oud. Maar het is niet een bepaald rustig jongetje. Hij wilde altijd wat harder lopen dan de ander. Ja, dat is wel eens moeilijk als je een grote kar hebt. Want dan heb je weinig evenwicht natuurlijk. Hè? En het is een ja, heel mooi paard voor mevrouw Van Ols geweest. Het is nu tijd om naar de paardenkamp te gaan. En we zouden alleen maar zeggen, van harte welkom. Ja, Amber is een... die kon nog wel eens stijgeren en een beetje bokken. Ik ook een beetje uit de buurt blijven, of wat ook. Dressuur had ze een beetje een broertje dood. Of eigenlijk een zusje dood, dat wilden ze niet. En ja, daar liet ze dan ook duidelijk via een protest horen dat ze daar niet van gediend was. Ze heeft een scheurtje in de hoefbeen gehad, kon daar eigenlijk ook niet goed meer mee lopen. Dat is redelijk goed genezen. En ja, nou kan ze goed met andere paarden opschieten en hier op de paardenkamp verder gaan. Nou, ze is 29, dus ook al toch wel redelijk op leeftijd. Maar we zien ook als een paard wat ouder is, dan zijn er bepaald geen ingeslapen doetjes. Je moet goed oppassen, mensen. Nou, Jules heeft, het is 28 jaar, is geboren op Koninginnedag. Het is een sportpony. Ze heeft in springen heeft ze gewerkt. En een viertal en achttal in zet gelopen. Anna Justice. Gerechtigheid, ruim. Dus een KWPN'er. Nou, de eigenaar heeft mevrouw Glas. En ze was 2,5 toen ze door de familie gekocht werd voor een 11-jarige dochter. Nou, ze zijn samen opgegroeid. En van combinatie met een kampioenskoppel. Dus ze heeft heel veel gereden. Het is een beetje een ondeugend paardje. Ze wil graag spelletjes spelen met iedereen. Freestyle heeft ze gedaan. Dat kunnen we nou maar even niet doen, denk ik. Dat gaat het niet worden. En ze is vaak een leider geweest van een paardenkoppel. Nou, het afscheid kwam een beetje onverwacht voor je. Maar we wensen er toch heel veel plezier hier op de paardenkamp. Hey, we zien hier aan ook hoe erg een paardenkudde hier is. Hij mist gelijk zijn maatjes en wil er achteraan. Dat is wel leuk om te zien. Dat zie ik als een paard in de grote wei lopen. Dat ze allemaal een vaste maatje hebben. Ja, die toch al mist als die er niet meer is. Daar hou een beetje rekening mee. Nou, Jasmine heeft een bijzondere kleur meegekregen. En daar werd ze ook wel eens een keer mee gepest. Want als ze daar in het bos reed, dan kreeg ze wel eens commentaar dat ze niet op zo'n oud paard meer moesten rijden. Hoewel het nog 6 jaar was. Maar dan komt dat ze heeft van jongs af aan deze grijze kleur gekregen. Het heeft dus niks met ouderdom te maken. Dus meteen een opsteken voor alle mensen die grijze haar hebben. Dat kan van jongs af aan gewoon aangeboden zijn. Het is een bijzonder mooi paard. En we hopen dat ze nog veel plezier hier heeft op de paardenkamp. Okay. Welkom. Wegenwijze Hazen is de eigenaresse van... Nou, haar vorige paard was ook een schimmel een Arabisch voorbloed en ze is Nederlands kampioen geweest. En ja, het is nog goed dat er mensen zijn die van paarden houden. En dat is gelukkig allemaal goed gekomen, heeft ze ook overwonnen. En ja, dat verdient eigenlijk wel een beetje een applausje dat je die zo opgevangen hebt en voor het paard gezorgd hebt. Nou mag hij genieten. Dan kan hij niet meer door de Drunense duinen heen rossen. We hebben hier wat duinen, maar dan mag ze niet lopen. Maar dan mag hij niet lopen. En nou, we wensen hem veel plezier hier op de paardenkamp. Ja? De bouw van dit paard zie je dus ook echt dat het een raar Arabisch volbloed is. Mooie edele bouw, heel mooi hoofdje erop. Ja, een heel sierlijk dier, zeg maar. Dan zie je het verschil van bouw met die daar Mulea komt. Nou, er is er nog één over. Kijk, dit is het. Dat is Belay. En Mary. New Forest. 25 jaar uit Gastel.
En de eigenaresse, dat is mevrouw Maarten van der Brink. Verkocht aan Troes. Ja, we mogen gewoon wat Troes zeggen, hè, maar dat, het is eigenlijk al zo vertrouwd. Als je moeder, die is al vanaf het eerste begin, was naar Troes. Die mevrouw met het grijze haar, ja hoor, die is al vanaf het eerste begin, 50 jaar geleden, begunstigde van de paardenkamp geweest. En nog steeds. Ja, fantastisch. Voor zulke mensen, voor u allen, wordt dat hier in stand gehouden. En kunnen paarden een mooi eind krijgen aan hun leven en nog een mooi leven hebben. Maar goed, ik was gebleven bij jongelui. En ja, die is natuurlijk het paard van Sinterklaas geweest. En dat kan ook wel, want ze is behoorlijk wit natuurlijk. Nou, ze heeft 8 jaar lang heeft Truus de complete verzorging op zich genomen. En ja, ze heeft een ongeluk gehad in de stal. En daar zijn de ruggenwervels bij gebroken. Maar dat is, dat vind ik toch allemaal goed. Niet het paard bij je moeder. Ja, ik haal ook alles door elkaar, maar goed, dat mag ik voorzitter voor zijn. In ieder geval, welkom op de paardenkamp. En ja, ik hoop dat ze nog eens heel lang en een gelukkig leven hierna hebben. Ja? Ik ben ervan overtuigd. Wij ook. Oké. Nou jongens, dat zijn de paarden allemaal. Het is voor die paarden goed dat ze veel beweging krijgen.